zonder weerga over zich heen kreeg. De tyfoon Haiyan haalde windsnelheden van ruim 300 km per uur en maakte hele dorpen met de grond gelijk. Haiyan heeft afgebroken, wij gaan opbouwen. Met uw hulp. Met een nationale campagne, Haiyan 2121, die uw steun vraagt en die van het hele land. Organisaties zoals Plan België van Peter Koenwouters geven het goede voorbeeld en zamelen geld in. We praten met hulpverleners, met verslaggevers in het rampgebied en hier met Vlaams minister-president Chris Peters. En met die andere Peters. Bart Peters brengt een muzikale ode aan de slachtoffers in de Filipijnen. Het is vandaag vrijdag 15 november. Welkom in Café Corsari, Haiyan 2121. Met het uur wordt duidelijker hoe groot de ravage is op de Filipijnen. Dit is erger dan de hel. De zwaarste storm ooit. 380 km per uur. Hier zegt niks. Geen water, geen eten. Veel getroffen gebieden zijn voorlopig onbereikbaar voor hulpverleners. Officieel staat de dodental op 138. Meer dan 1000 doden. 10.000 doden. 12.000 doden. Heftig. Begeleid aan de piano door Jeff Smits met een aria uit de opera Rinaldo van Händel. En bij mij zit nu Citadel Bustillo uit Ieper, heel erg betrokken bij de solidariteitsactie van vanavond. Want mevrouw Bustillo, u woont al bijna 20 jaar in België, maar u bent afkomstig van het zwaar getroffen eiland Leyte. De oudste van 7 kinderen bent u en de hele familie woont daar nog. Ja. Waar precies? In Kapu'okan, dat is ongeveer 60 kilometer van Tacloban, eigenlijk in midden tussen twee grote steden, Ormoc en Tacloban. Ja, het is een klein dorp. Ja, een klein dorp. Ja. De tyfoon is precies een week geleden over de Filipijnen getrokken, het centrum van het land, van oost naar west, dwars over de streek waar uw familie woont. Wat ging er door u heen toen u dat nieuws hoorde? De eerste keer dat ik dat gehoord heb, Ik dacht, het is een tyfoon. We kregen tientallen, twintigtallen tyfoon in een jaar. We zijn zodanig gewoon van tyfoon. Zo. Dus u maakte zich niet meteen zorgen? Nee, helemaal niet, helemaal niet. En wanneer bent u zich dan wel zorgen beginnen te maken? Toen ik de beelden gezien heb op televisie, ik besef deze tyfoon is anders dan wat ik meegemaakt heb. Een tyfoon dat zo alles kapot te maken. Ja. Wanneer hebt u voor het eerst iets gehoord van uw familie? Wanneer kon u contact krijgen? Want het was heel moeilijk in het begin. Ja. Donderdagochtend. Het was bijna één week. Het was een zware, lange week voor mij. Ja, heel slopend ook voor u om iets te horen. En wat hoorde u dan? Wie kreeg u aan de lijn? Mijn broer. Mijn broer heeft me gebeld. En wat vertelde hij? Ik was zo verdrietig en die onzekerheid
dat was te veel voor mij. En de eerste keer dat hij heeft gebeld naar mij, mijn vraag direct was, waarom heb je mij niet direct gebeld? En hij was zeg, Citadel, het regent heel veel. En ik moet dak weer maken. En ik weet niet waar ik moet gaan om je te bellen. Wij hoorden hier voortdurend, zeker de eerste dagen, dat het heel moeilijk was om de hulpgoederen tot bij de mensen te krijgen. Was dat in uw dorp ook zo? Ja, het was moeilijk, want al de bomen en de elektriciteitsposten, dat belemmerd allemaal de weg en bijna geen auto kan passeren. Het was helemaal... En is er ondertussen wel hulp geraakt tot in uw dorp? Mijn broer zegt, nee, internationale hulp hebben we ons dorp nog niet gekregen. Maar wel de stadsbestuur, ze waren klaar na het ramp. Ze hebben eten voor mensen. Ja. Nu, het is niet de eerste keer dat de Filipijnen getroffen worden door een tyfoon. U hebt het zelf al gezegd. Hebt u er zelf ooit in meegemaakt toen u daar nog woonde? Ja, heel veel. Maar deze tyfoon is iets anders. Ik heb deze tyfoon nog niet meegemaakt zelf. Het is veel zwaarder dan het ooit geweest is. Het is zwaarder. Het is... Ik kan dat niet voorstellen. Ik kan dat niet voorstellen. Toen ik de beelden zie op televisie, dat is hartverscheurend. En u samelt nu geld in. Hoe gaat dat? En zijn de mensen bereid? Gaan ze makkelijk iets geven? Ja, de stad heeft per se noemen dat een vrede stad. Maar voor mij dat lieve stad. Warme mensen komen naar ons huis om te zeggen, wat kan ik je doen? Welke hoop kan ik doen voor jou en jou mensen en jou... In je dorp. En wat gaat u doen met het geld dat u inzamelt? Dat is voor uw dorp? Dat is niet... Toen ik hoorde dat mijn familie oké was, dan heb ik gedacht aan de mensen. De mensen, niet alleen mijn dorp, maar waarder. Iedereen concentreren over Tacloban. Maar eigenlijk zijn er nog Bantayan. Veel kleinere plaatsen. Gewan, noem maar op. En die wil u helpen? En ik wil die mensen bereiken. Ze moeten ook hulp krijgen van een internationale hulp. Niet alleen Tacloban. Zijn er nog veel mensen. Het was... Heel veel succes met de actie. Ja, dank u wel. Dank u wel. Mensen hebben net als Citadel de handen uit de mouwen gestoken en doen iets voor de Filipijnen. De kans is dus groot dat u deze dagen een collectebus tegenkomt of een wafelenbak of een evenement voor het goede doel. Karin, wat is het idee? Hoor? Synchroon zwemmen. Dit weekend hebben wij onze jaarlijkse show en we gaan een deel van de opbrengst van de programmaboekjes aan het Rode Kruis geven. Zijn dat al jouw dochters? Nee, eentje. Nee, moet dat niet zijn. We staan hier in Kortrijk in de warande. Naast mij staat... Aysel. Wat zijn jullie aan het doen vandaag? Wij zijn koekjes aan het maken ten voordele van de Filipijnen. Wat heb je daarvoor nodig? Heel veel mensen die willen helpen. Ik heb 180 grappen gedaan, maar waar ben ik nu beland? Hier zitten we in de bijaardkamer, 36 meter hoog, in de Sint-Quintinus-kathedraal. Wat heeft dit dan met het goede doel te maken? In ruil voor 10 euro kunnen mensen een liedje kiezen. Heb jij ook zo moderne liedjes aangeraakt? Wij spelen eigenlijk alles. Zou jij voor mij Dos Cervezas kunnen spelen? Ja, dat gaan we doen. Het is al aangenaam voor de oren dan de andere, maar allemaal hartverwarmend. Dat wel voor de Filipijnen, waar het nu ongeveer 4 uur 's ochtends is. En VRT Nieuws verslaggever Steven de Krale, die is nog altijd wakker. Steven, goedenavond. Jij bent op Cebu. Je bent daar nu een kleine week. Zie jij het daar veranderen? Ja en nee, Freek. Ja, er komt meer hulpverlening op gang. Er zijn meer medische teams ter plaatse. Langzaamaan worden er ook de wegen vrijgemaakt. Dus er komt schot in de zaak.
Maar nee, voor heel veel mensen is er nog altijd geen hulp. Dat zijn mensen die op afgelegen gebieden wonen, op die kleine eilanden waar het moeilijk is om ze te bereiken. Dus voor heel veel Filipijnen is er op 1 week tijd nog weinig veranderd. Internationaal is er iets veranderd. De media, de internationale hulpverlening is op gang gekomen. Maar voor veel Filipijnen, vooral de armsten in die afgelegen gebieden, daar moet nog heel veel voor gebeuren. Steven, het is moeilijk om hulpgoederen daar te krijgen, dat weten we nu. Maar hoe creatief moet je zijn voor eten, drinken, hygiëne? Ja, de mensen zijn hier heel creatief en dat moeten ze zijn. Ze proberen van alles om te overleven. Als wij ergens aankomen, de mediateam vragen ze natuurlijk, hebben wij voedsel mee, hebben wij water mee. Aan de andere kant proberen ze ook elektriciteit af te tappen als die hersteld wordt. Dus heel veel mensen hebben echt wel die veerkracht om uit het slechte toch iets goeds proberen te halen. En je voelt ook dat er altijd hoop is dat het morgen beter zal gaan. Maar het minste dat je kan zeggen is dat deze mensen toch van dag tot dag moeten leven. Steven, we hebben jou gevraagd om een reportage te maken. Voor ons een beetje jouw persoonlijke verhaal, hoe je het daar allemaal beleeft. We gaan kijken naar die reportage. Op weg naar het noorden van het eiland Cebu. Ik volg de route van tyfoon Haiyan. Dit huis is helemaal verwoest. Hier is een boom opgevallen. Dit huis heeft redelijk stand gehouden. En overal waar ik kom, willen Filipijnen mij de schade aan hun huis tonen. Ik heb te doen met deze man. Te midden van al het puin en de rommel probeert hij zijn huisje herop te bouwen. Met de moed der wanhoop bijna. Wat verder haalt een vrouw haar kleren uit een kleine plastic zak. Het is alles wat ze nog heeft. Op een paar uur tijd verloren de mensen van dit dorpje alles. Maar ik voel toch dat ze blij zijn om gewoon nog te leven. Big problem is the sheltered house. I hope that government help us to build up again our house here. So. Dus we zitten nu ongeveer 70 kilometer van de grote stad Cebu. En vanaf hier zie je dus overal kinderen aan de kant van de weg met borden. We need food, we need water. Please stop, help us. En zoals je ziet, het zijn er echt tientallen en honderden vanaf hier tot in feite 20, 30 kilometer verderop. Een kinderhand mag dan gauw gevuld zijn. Op de Filipijnen durf ik zoiets niet meer zeggen. We zijn nu op weg naar een opvangcentrum in de stad Cebu, waar dus de overlevenden van de ramp die van andere eilanden komen en gevlucht zijn voor de ravage daar opgevangen worden. In het opvangcentrum komen elke dag honderden vluchtelingen aan. Jonica vertelt me hoe ze haar schoonbroer en neefjes verloor. Ik kan nog half rust uit dat keer. Maar ik zie hier ook iets moois gebeuren. Dit gezin is bijvoorbeeld voor het eerst na de tyfoon weer samen. Heel aangrijpend allemaal, Steven. Jij keert morgen terug. Je hebt daar denk ik ongeveer non-stop gewerkt. Wat gaat jou het meeste bijblijven van die week dat je daar geweest bent? Wel,
Er is heel veel armoede en miserie te zien, maar toch de hoop die bij die mensen leeft en ook, laten we zeggen, die veerkracht van die mensen. Overal waar we komen, zijn de mensen, geloof het of niet, opgewekt. Ze zijn blij dat er iemand komt luisteren naar hun verhaal. Ze zijn het niet gewoon, het zijn vaak de armsten die getroffen worden. En zij zijn verwonderd dat er mensen van de andere kant van de wereld komen en toch tijd nemen om te luisteren naar hun verhaal. Ai. Ja, en Steven viel weg. Ja, het is natuurlijk een moeilijke verbinding met de Filipijnen. Ik ben in Roeselare en ik ben op zoek naar Lea Bien, want zij gaat zingen voor het goede doel. Niet leven. Denk dat haar gevonden. In een wereld zonder jou. Je hebt nog familie wonen in de Filipijnen. Twee broers en twee zussen. En zijn zij oké? Ze zijn veilig. Wanneer ga je optreden? 14 december in Tonnehout. Ik hou zoveel van jou. We zijn een groep van vrijwilligers, voornamelijk tandarts. Om de 3 jaar gaan we naar de Filipijnen om daar op 5 dagen tijd 6.000 patiënten te behandelen. 6.000 patiënten? Ja. Ja, gaan jullie nu iets doen? Op 30 november hebben wij een benefietavond in Brugge. Op 30 november allemaal naar Brugge gaan. Minstens 30 seconden gehouden. Dat leent zich natuurlijk fantastisch voor bepaalde soorten muziek. Johan, jij hebt een fantastisch initiatief. Op 12 december gaan wij in de kathedraal in Antwerpen een concert organiseren met vocale muziek, uitsluitend polyfonie. Freek en Thomas, mogen die komen meezingen? Graag, graag. Dat is de bedoeling, een oproep te lanceren om iedereen te laten meezingen. Alle beetjes helpen. Elke duit in het zakje is welkom. Vanzelfsprekend blijft ook de overheid niet achterwege. Maar hoe kan een klein land als België zich nuttig maken? Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reinders heeft een verplichting vanavond, maar we mochten hem daar even weghalen. Goedenavond, minister Reinders. Dank dat u daar even weggegaan bent. Goedenavond. Internationale solidariteit is essentieel, hebben we bij de regering horen zeggen. Hoe heeft België zijn solidariteit al getoond? Wat heeft ons land concreet al gedaan? We hebben onmiddellijk een positief antwoord gegeven op een vraag van de overheid in de Filipijnen. Dus het was om te starten met BIFAST. Dus zo'n operatie met 40-tal mensen van België, dokters, maar ook anderen, om naar Tacloban, dus de plaats waar de tyfoon was, onmiddellijk te gaan. En dus het was mogelijk om dat te doen dankzij een voorbereiding daarvan sinds enkele jaar voor alle catastrofe of drama in de wereld. Het is mogelijk voor ons om zeer vlug ter plaatse gaan. En nu, het was niet alleen met België, maar ook met Frankrijk, Luxemburg en de Europese Commissie in dezelfde Belgische vliegtuig. Dus we hebben onmiddellijk een antwoord gegeven en wij waren de eerste ter plaatse in Tacloban, dus in zo'n plaats, de eiland van Leyte, heeft u misschien daar gezegd vroeger. Maar het was zeer belangrijk voor ons. Het is een operatie first in, first out, mag ik zeggen. Dat wil zeggen, wij gaan onmiddellijk ter plaatse. En met materiaal, een hospitaal, maar ook waterzuiveringen, uitrusting. En daarna, wij laten zo'n materiaal ter plaatse en we komen terug met onze mensen. De NGO's en internationale organisaties kunnen verder gaan met ons materiaal. Maar voor ons het is het zeer belangrijk om zeer vlug ter plaatse te zijn, te worden. En daarna, gedurende een 10-tal dagen, een echte operatie te voeren. Maar daarna, het is voor de anderen en we zullen een evaluatie maken. Maar het was zeer nuttig, denk ik. Een positieve reactie gekregen van bijvoorbeeld de ambassadeur van de Filipijnen in Brussel om te zeggen, dankzij zo'n BIFAST operatie, het was mogelijk om de eerste van Europa ter plaatse te zijn. En is ons land nog meer dingen van plan in de toekomst voor de Filipijnen? Het is mogelijk op verschillende punten. Eerst en vooral misschien nog met een verlenging van zo'n operatie. Normaal, het is niet de bedoeling. Hè. We hebben gezegd, dus wij gaan daar om een voorbereiding te realiseren. Daarna, wij komen terug. Maar het is mogelijk om verder te gaan met ontwikkelingssamenwerking of met andere acteurs. Ik heb al dat gezegd aan de eerste minister. Wij moeten een bespreking voeren binnen de kern of de ministerraad om te zeggen, na een eerste fase, wat kunnen we doen voor een herconstructie van het land en zeker van zo'n eiland. Maar we zullen iets doen langs de Europese Commissie, langs de Verenigde Naties, maar ik denk dat het ook mogelijk voor België om meer te doen dan zo'n eerste operatie. De eerste operatie,
Om concreet te zijn, dat heeft een kost van 500.000 euro. En we hebben al gedacht aan een tweede fase met eenzelfde bedrag. Dus wij kunnen een verlenging beslissen, maar misschien ook andere acties langs ontwikkelingssamenwerking en langs ook veel NGO's vanuit België. We zijn begaan met alle slachtoffers natuurlijk, en dat zijn vooral Filipino's. Maar er is ook grote ongerustheid over landgenoten op de Filipijnen. Er zijn er nog altijd vermist. Wat is het laatste nieuws daarover? Ja. Maar wij proberen om een hulp te geven aan alle slachtoffers. Hè. Het is normaal, alle slachtoffers zijn ten gronde en wij proberen om een hulp te geven. Maar voor wat de Belgen betreft, tot nu toe, we zijn met ongeveer 50 Belgen. En voor de Belgen hebben we geen nieuws. Dus wij proberen om meer mensen ter plaatse te hebben. Op consulaire vlak, ik heb nieuwe consuls naar de Filipijnse gestuurd en met satellitaire telefoon. Het is toch de beste oplossing om meer contact te hebben. Maar tot nu toe, dus we zijn nog zonder geen nieuws voor wat een vijftigtal Belgen. En om meer precies te zijn, misschien 15 in de zone van Tacloban, in de eiland van Leyte, waar de tyfoon was. En dus ik hoop dat het al mogelijk om een contact te hebben. Tot nu toe hebben we zeer slechte informaties voor wat tenminste één Belg. Maar ik vrees nog andere informatie de volgende dagen. En dat zal misschien een zekere tijd duren om meer contact te hebben. Wij proberen om alles te doen. Op de eerste dag hadden wij geen contact met ongeveer 200 Belgen. Nu het is 50. En ik herhaal dus 15 in zo'n een eiland waar de zwartste invloed van de tyfoon was. Ja, dank u wel, minister Reinders, voor uw toelichting. En vooral dank dat we u daar vanavond even mochten storen.